Goedemorgen allemaal. Ja, ik ben gekleed in mijn favoriete kleurencombinatie. Off-white, oftewel ecru. En dan helemaal in dezelfde kleur gestyled. En dat noem je ook wel ton sur ton. Dat betekent dezelfde kleuren in verschillende materialen bij elkaar gecombineerd. Nou, ik ga beginnen met mijn broek. Dat is er eentje van Flores met lekker veel stretch daarin. Ze hebben de zakjes iets lager geplaatst, zodat je niet te veel tekening op je heupen krijgt. Ja, en wat leuk is, jullie zien hier ook een beetje die rimpeltjes. En dat komt omdat ze er plooitjes in gestikt hebben. Wat een meteen lekkere nonchalante look op je benen geeft. En daar hou ik ook altijd wel van. Nou, de boots maken het geheel natuurlijk af en je ziet ook leuk het ritssluitingtje aan de onderkant. Klein elastieke bandje waardoor die lekker wat korter valt. Steekzakjes. Ja, en ik heb hem dan gesteld met die prachtige blouse van Fabienne, waardoor je hem echt een vrouwelijke touch geeft. Je ziet ook iets de ballonmouw, mooi met het opengewerkte. Het is een katoenen kwaliteit, heel fijn en dun. Ik heb er een klein hemdje onder gedaan, waardoor je gewoon je BH eronder kan dragen en dat zie je dan ook niet. En dat zijn de hemdjes van Enjoy, deze. En dat is precies dezelfde kleur als de blouse. Zo kom je ook weer op die ton sur ton combinatie terug. Nou, de tas van Baggy Shop maakt het geheel natuurlijk helemaal af. En om in die prachtige kleuren te blijven, ga ik jullie deze set laten zien. Dat is die Suedine blazer van Helena Hart. Velen van jullie kennen hem al. Prachtig model. Stoer gecombineerd met het t-shirt daaronder en de punto kwaliteit broek van Summum. Dat is eigenlijk een basisbroek aan het worden van Summum. Net een wat stevigere stof als de travel, maar zeker heerlijk dragend. Nou, hier zien jullie het jasje in dezelfde kwaliteit als de broek die ik aan heb. Dus je kan hem ook als pak dragen. En dan ook weer met het blouseje van Saint-Tropez daaronder. Leuk op die flair gecombineerd. Maar zie het bijvoorbeeld ook weer helemaal op deze manier met de worker. Vind ik ook echt een hele toffe set. Nou, op deze manier met de culotte maak je hem nog weer helemaal wat zomerser. Zo'n wat korter gedragen broek. Wijde pijpen. Nou, ook weer het ton sur ton met de linnen kwaliteit. Dan zie je ook weer twee kwaliteiten bij elkaar gecombineerd. De top heeft een mooie diepe V-hals. En de top kan natuurlijk ook weer heel goed gecombineerd worden met de worker die ik nu aan heb. Nou, ben je nou niet zo van de culottes, kun je natuurlijk ook kiezen voor de langere flair van Flores. Dus je hebt twee keuzes. Nou, en als laatste wil ik jullie nog dat prachtige pak van Studio Andalous onder de aandacht brengen. In die prachtige mosterdkleur. Je gaat natuurlijk heel veel pakken zien. Afgelopen seizoen al veel gehad, maar het nieuwe seizoen gaat ook weer veel pakken zijn. En hier ook wat sportiever gecombineerd met het t-shirt daaronder. Je ziet de prints ook weer mooi terugkomen, exact in die kleur. En dan geef je het ook meteen een wat stoerdere look. Nou, draag dat bijvoorbeeld ook weer op een worker. Krijg je ook weer een goede combinatie. Nou ja, en je kan hem natuurlijk helemaal als pak dragen met die prachtige flair daaronder. Ja, ik denk weer echt super gave combi's. Ik kan me voorstellen dat je het soms heel lastig vindt om zelf die sets te creëren. Nou, bij La Vie, we hebben heel veel keuze. Als je binnenkomt, denk je, wow, waar moet ik het zoeken? Maar wij gaan je helpen. We hebben heel veel voorraad, dus we kunnen altijd iets leuks voor je vinden. Dus ben je nou een keer nieuwsgierig? Ben je in de buurt? Kom vooral een keertje kijken bij ons.